Iets voor half twee vanmiddag kwam de bus aan met de spelers van het Nederlands elftal hier. En we kijken even naar wat de spelers op hun iPods hadden. Oké, jongens, we zijn er. Wil iedereen de snoepige biertjes in de plastic zakjes onder de stoelen doen? Ik wens jullie allemaal een ongelooflijk fijne dag. En om half zes sta ik weer bij de ingang. In you. Pardon, weet u waar de BMW dealer is? Excuse me, do you know where I can find the BMW shop? U staat nu op het speelveld. Aan uw rechterhand... Je naam is Johnny Heitinga. Je heet Johnny Heitinga. U de oudste tribunes van het stadion, die in 1908... Waar is hier het postkantoor? Excuse me, madam. Where can I find the pill? Johnny Heitinga. Van de Weense architect Zimmerman. Kijkt u naar links, dan ziet u de... Ik heb een slechte taalkursus gekocht. I have gekocht a bad language cursus. Heitinga, dat is je naam. Heel goed, heel leuk. Wilt u zelf ook een mooie iPod? Dat kan. Ik heb er zelf een gekocht in Joegoslavië. En die heb ik nu op marktplaats gezet. Kijk, vroeger had ik ook een LP-pod. Wie dus altijd overgeslagen werd dat ik liep. Oké, Johan, dankjewel. Goed, het Nederlands elftal, daar gaat het om. We gaan kijken naar de voorbereidingen voor de wedstrijd van woensdag.